Even meende ik dat ik hier en daar wat teleurgestelde gezichten in de zaal zag, omdat sommigen ontbraken in dit overzicht 2015. Maar, dames en heren, voelt u zich niet beledigd, voelt u zich niet gekrenkt. Dit was in incomplete vogelvlucht, in 2 minuten en 47 seconden, het kalenderjaar 2015 van Feyenoord. Met mooie momenten, met hoogtepunten, met dieptepunten en met kleine en grote teleurstellingen. Dames en heren, van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie Feyenoord 2016. Namens mijn collega-directieleden, namens al mijn collega's binnen Feyenoord en het stadion, namens de Raad van Commissaris van de Club en het stadion, wens ik u en de uren die u lief zijn een buitengewoon gezond en gelukkig jaar in alle opzichten. Waar ik bij de vorige nieuwjaarsspeeches meestal met u in chronologische volgorde het voorbije jaar doornam, willen we dat dit jaar anders doen. En wil ik u met name thematisch deelgenoot maken van een aantal interessante ontwikkelingen, maar vooral ook van een aantal buitengewoon interessante, maar ook onvoorstelbaar lastige dilemma's, keuzes waar wij als Feyenoord voor staan. In de terugblik zag u beelden van Roma Feyenoord. U ziet ook de logo's van Roma en Feyenoord. Wat leek dat begin 2015 een mooie affiche. Nadat Feyenoord voor het eerst in 10 jaar weer overwinterd had na die indrukwekkende overwinning op Sevilla. Wat waren we daar trots op? Wat waren we daar blij mee? En wat is dit een enorme desillusie geworden? Het uitstekende gelijke spel in Rome, in het stadion, ondersteund door 5000 voorbeeldige fans, werd volledig overschaduwd. Overschaduwd door het wangedrag van tientallen individuen in die prachtige oude stad. Overschaduwd ook door het af en toe onnavolgbare gedrag van de Italiaanse politie. Maar ook in Rotterdam, notabene in onze eigen Kuip, liep het volledig uit de hand. Want ook daar waren weer tientallen zich Feyenoord noemende aanwezigen die het nodig vonden om flessen, aanstekers, neusdruppels, het maakt niet uit allemaal wat, op het veld te gooien. En de gevolgen waren niet te overzien. Weer gezichtsverlies. Een gestaakte wedstrijd en een torenhoge boete. En dat geld hadden wij veel liever opnieuw in de jeugdopleiding gestopt. Maar er kwam nog meer. Er kwam ook nog een wedstrijd onvoorwaardelijke schorsing. Dat wil zeggen, geen publiek op het veld. Kunt u zich het voorstellen? Feyenoord Benfica, Feyenoord Fenerbahce in september, groepsfase Europa, zonder publiek. En om het nog completer te maken, ook nog een wedstrijd voorwaardelijk zonder publiek. Het is ronduit verschrikkelijk. Ik heb het wanneer ik spreek over de wantoestanden Feyenoord-Roma bewust niet over het benade incident. Want u en ik, maar iedereen in het stadion, weet dat Feyenoord een multiraciale volksclub is. En iedereen weet dat opblaasbare bananen in stadions in West-Europa de laatste jaren gewoon als gimmick voorkomen. Iedereen. Alleen wij hebben te maken met UEFA. En die ziet het niet of wil het niet zien. Al onze, in mijn ogen, buitengewoon overtuigende bezwaren tegen de straf voor het racisme, laat dat duidelijk zijn, voor de straf tegen het racisme, zijn verworpen door de UEFA. Onze enige hoop is nu nog gevestigd op het CAS, het Internationale Sporttribunaal. En gelooft u mij dat ook wij daar alles in het werk zullen stellen, inclusief onze juridische zwaargewicht Joris van Bentum, om deze kwalijke en onzinnige beschuldiging van racisme in ieder geval weg te werken. Maar zelfs als wij erin slagen om deze wedstrijd weg te praten, dan hangt ons nog die voorwaardelijke schorsing boven het hoofd. Onze club ligt na deze gebeurtenissen op een verschrikkelijke manier weer onder het vergrootglas van de UEFA. En boven ons hoofd hangt dus simpelweg een schorsing van 1, 2, 3 wedstrijden of misschien wel definitieve Europese uitsluiting. Zie hier het enorme dilemma voor de club. Hoe moeten wij dit oppakken? Welke drastische maatregelen zal Feyenoord moeten nemen om de eerstvolgende Europese wedstrijd goed te laten verlopen en te zorgen dat er geen enkele wenkbrauw in Zwitserland meer gefronst wordt? Heeft u een advies voor ons? Moeten wij wellicht torenhoge netten ophangen overal in het stadion? Of zullen we sommige vakken misschien wat anders bevolken? Of sommige vakken helemaal geen mensen meer toelaten? Of bent u een voorstander van een cordon van honderden stewards? Wij piekeren ons er suf over. Wellicht, waarschijnlijk worden een combinatie van al deze maatregelen. Maar één ding is zeker. Het mag niet meer misgaan. Het kan niet zo zijn dat deze club, die miljoenen aanhangers, 44.800 toeschouwers, echte fans, dat die het slachtoffer worden van 100, 200 mensen die zich weer niet weten te gedragen en weer spullen op het veld gaan gooien.
Ik spreek dan ook de hoop uit dat het nieuwe bestuur van de FSV, in dit buitengewoon prettige samenwerking met het Feyenoord Supportersraad, wij een normale, goede, constructieve communicatie kunnen hebben over deze zaken. Met het alles overschrijdende doel om dit soort misverstanden op geen enkele wijze te tolereren, op geen enkele wijze te bagatelliseren en voor eeuwig uit ons stadion te bannen. In de slipstream van het Rome debakel verspeelde Feyenoord na een riante voorsprong van 8 punten ook nog een keer de 3e plaats en daarmee Europees voetbal. En daarmee werd het seizoen in mineur geëindigd. Het was de aanloop naar een zomer vol mutaties op het gebied van de trainersfront en het spelersfront. Het seizoen 2015-2016 werd begonnen met een langdurige en rommelige en roerige transferperiode. Maar eigenlijk begon die al vele malen eerder. Doordat we een wisseling aan de trainersfront hadden en dat we een deels vernieuwde, deels vertrouwde staf hadden onder leiding van Giovanni van Bronckhorst. Een selectie die ook een impuls kreeg door de terugkeer van Dirk Kuyt naar Nederland. Wat is het toch mooi om te constateren dat spelers van dit kaliber hun woord houden, terugkeren naar de club die ze lief hebben en dat ook dagelijks etaleren met een enorme passie, met een enorme drijf. Maar wat is het ook mooi om te zien dat ons goede scoutingswerk plus alle contacten in Zweden hebben geleid tot de komst van het talent Simon Gustafsson. En wat is het mooi, dat het uitgebreide netwerk van de technische directeur onder andere leidt tot de terugkeer naar Nederland van Giro Elia. En met Jan-Arie van der Heijden, Erik Botteguin, Marco Vinovic en Michael Kramer zijn er uiteindelijk versterkingen bijgekomen die de selectie veel beter in balans hebben gebracht. Een aardige batterij spelers. Transfervrij of niet transfervrij? Heeft Feyenoord de lijn van de jeugd verlaten? Dat was een vraag die Martin Vergeel en ik regelmatig in de zomer voor ons kregen. Integendeel, zouden we zeggen. De Feyenoord Academie op Varkenoord met al zijn zelf opgeleide talenten blijft absoluut de grootste pijler van ons beleid. Getuige ook weer het doorkomen van Jari Schuurman, Kelvin Verdonk en Bart Nieuwkoop. Die, als het aan hun ligt, zo snel mogelijk in de voetsporen willen komen van Sven van Beek, Terrence Congolo, Tony Villena en Rick Karsdorp. Maar de lat moet en de lat gaat omhoog. Voor het evenwicht in die selectie, voor jonge spelers die zich kunnen meten met meer ervaren kunnen spelers, die zich kunnen optrekken aan ouder en ervaren spelers, dat maakt deze selectie absoluut sterker. En de concurrentie, vooral van buiten, dat dwingt ons om in de jeugdopleiding onderscheidend en nog gerichter te werken om het gat tussen het eerste elftal en de jeugd, om dat zo klein mogelijk te houden. Gezond en verantwoord bouwen we zo, net als in de voorgaande jaren, met elkaar en met een kwalitatief bijzonder sterke staf met heel veel specialismen aan een steeds weer beter en evenwichtiger elftal. En ik ben absoluut van overtuigd dat wij in 2016 opnieuw stappen kunnen en zullen maken. En dat zeg ik ook in het besef dat ons inkomsten- en uitgavenpatroon op een volstrekt ander niveau zit als bijvoorbeeld de Engelse clubs die met transfersommen kunnen smijten. Op papier, kleinere en onbekendere clubs als Swansea en Watford hebben te maken met 100 miljoen pond aan tv-rechten. En dat staat wat schil af tegen de 7 miljoen Fox-euro's die wij hebben. Toch zijn wij ervan overtuigd dat een onderscheidende jeugdopleiding, gericht scouten en gericht netwerken en in de hele organisatie, in club en stadion, werken elke dag weer aan topsportmentaliteit en topsportklimaat, dat dat onze route zal zijn. Geen excuses, maar geloof in die lijn en ook werk in die lijn. De zomerse transferperiode gaf natuurlijk ook vertrekkers. Met als allerbelangrijkste Jordi Klaasie. Jordi Klaasie, jongen van de club. Hier vanaf 10 jaar. En Jordi is natuurlijk een speler die uitstekend heeft aangegeven welke route een talentvolle jeugdspeler bij Feyenoord en misschien wel in heel Nederland zou moeten lopen. De jeugdopleiding afmaken. Ook als je in onder de 16 misschien een keer op de bank komt. Eventueel een tussenstap maken, want Jordi heeft een prachtig leerjaar gehad bij Excelsior. Vaste basisspeler worden. Hele belangrijke basisspeler worden. International worden. En dan een EK en een WK doen. En dan, ja dan pas, de overstap maken naar een mooie club. En Southampton is een prachtige stap voor Jordi Klaasie. Zoals ook zijn transfersom zeer belangrijk was voor Feyenoord. Het kon onze voetbalorganisatie weer verder versterken. En het kan nog een mooiere transfersom worden. Als Jordi en Graziano Pelle en Ronald Koeman de tweede helft van de competitie nog iets beter hun best doen,
wordt het de hoogste transfersom in de geschiedenis van Feyenoord. Genoemde transfersom, genoemde miljoenen transfersom, is een mooi bruggetje naar mijn derde thema. Het spaarpotje van Feyenoord. Dat zijn woorden die ik zelden in de mond heb kunnen nemen en veel te lang zijn weggebleven. Achter mij ziet u dadelijk de geschiedenis van de laatste jaren. De geschiedenis in cijfers. En dan ziet u dat de rode cijfers, dat die steeds kleiner werden. En dat die langzamerhand verkleuren in zwarte cijfers. En dat die zwarte cijfers steeds beter werden. En de dikke kleuren, dat is simpelweg ons operationele resultaat. Zoals bij u thuis, inkomsten min uitgaven. En het wat dunner gekleurde, zwart en rood, zijn de transferinkomsten. Op deze manier heeft Feyenoord aan het einde van het boekjaar een eigen vermogen gerealiseerd van plus 15 miljoen. En we kwamen van min 35 miljoen. En een liquiditeitssom van 8 miljoen euro. Die dit seizoen door de betere resultaten ook alweer wat verbeterd is. En eerlijk is eerlijk, als we Europees voetbal hadden gehaald, nog veel beter had kunnen zijn. Om aan te geven hoe belangrijk dat is. Die sterk verbeterde situatie in financieel opzicht, daar moet ik zeer veel mensen voor bedanken. Voor die mooie transfersommen natuurlijk sowieso die spelers. Maar dan moet ik in één adem, in één keer noemen, al die trainers, al die scouts, al die medici, al die stafleden van de F5 op Varkenoord, dat het eerste elftal in de Kuip, die dag in dag uit, jaar in jaar uit, met deze jongens hebben gewerkt. Die waarde hebben gecreëerd op het veld, maar tegelijkertijd indirect en direct ook onze operationele resultaten hebben verbeterd. En dan kan ik ook in één adem noemen, alle medewerkers van sales en sponsoring, die de laatste jaren de omzet hebben doen stijgen. En wat denkt u van de medewerkers merchandising? Spectaculaire omzetstijging, 4 eigen winkels en een eigen webshop. En de medewerkers service en tickets. Ik kan u vertellen, meer dan 1 miljoen mensen waren er dit jaar, die in 2015 opgeteld door de poorten van het Feyenoordstadion kwamen. En de eerste helft van deze competitie was elke wedstrijd uitverkocht. Mede dankzij de afdeling marketing, met acties, met activiteiten. Maar ook afdelingen die misschien wat minder in het blikveld staan, zijn voor ons ongelooflijk belangrijk geweest. MVO, media, P&O, financiën, ICT, veiligheid, de facilitaire dienst op het veld en in het gebouw en horeca. Zij allen hebben eraan bijgedragen aan de wederopstanding van Feyenoord in alle opzichten. En natuurlijk ook dank, zeg ik hier heel duidelijk, aan de supporters. De seizoenkaarthouders, u hier door al die jaren heen, tot aan de hoofdsponsor Opelaan toe. En uiteraard dank aan de vrienden van Feyenoord. Met hun kapitaalinjectie, hun conversie van schulden in kapitaal, die dit hele pittige proces op een verschrikkelijke manier hebben versneld. Toen er geld was, moesten wij scherpe en vaak buitengewoon pijnlijke beslissingen nemen. Nu is er wel geld, maar niet de 120 miljoen van Chelsea, van het Swansea. Maar laten we zeggen 8 of 10 of 12 miljoen. En dan sta je ook weer voor dilemma's. Ik neem u even mee in het rijke dilemma's wat wij hebben. Is het nou verstandig om alles in het transferpotje te stoppen? Of is het toch beter om een ander deel van de voetbalorganisatie naar dat geld toe te laten gaan? Een ander zegt misschien, ik zou het voorlopig even in kas houden. En er zijn ook adviezen die zeggen van, je hebt toch nog een minderheidsaandeelhouder, de vrienden van Feyenoord. Is het niet verstandig om die aandelen in te kopen en weer alleenheerser te worden? En dan is er natuurlijk de vurige wens van een nieuwe trainingsaccommodatie. Waar ook eigen geld nadrukkelijk voor nodig is. De plannen, het voorlopig ontwerp, ligt helemaal klaar. En het is nu aan gemeente en Feyenoord in gezamenlijkheid om die laatste lastige stappen te nemen en dan kunnen de BVO Feyenoord en de Sportclub Feyenoord gebroederlijk en in uitstekende samenwerking echt samen gaan bouwen. En dan is er natuurlijk nog de poging, weer een nieuwe poging, voor de stadionontwikkeling. Gestrand in maart met de BAM, simpelweg omdat Feyenoord exploitatie onderaan de streep onvoldoende geholpen werd om als club er echt verder mee te komen. Afgelopen woensdag heeft de gemeente Rotterdam de conceptgebiedsvisie voor het stadionpark, de hele stadionontwikkeling, uitgelegd. Met een volkomen andere uitgangspunt als in het verleden. Het is nu niet het stadion wat centraal staat, maar het hele gebied. Wanneer wij met elkaar allerlei slimme initiatieven op goede wijze aan elkaar koppelen, kan er een meerwaarde ontstaan voor het hele gebied. Voor heel Rotterdam en voor Rotterdam-Zuid in het bijzonder. En het stadion is dan met name de katalysator. In de gebiedsvisie
staan drie locaties gemarkeerd. U ziet ze dadelijk achter mij op de schermen, of voor u op de schermen. Veranda Oost, Veranda West en Stadion Driehoek. Het is de bedoeling dat de komende maanden de voor- en nadelen van die drie variaties, dat die uit en ten na uitgerekend worden. Dat moet leiden tot een voorkeurslocatie. En dan zal het doorgewerkt moeten worden, definitief, vanaf maart tot juni, tot een gebiedsanalyse die definitief is. En tot een business case Feyenoord City die ook passend is daarbij. De gemeente Rotterdam, Feyenoord en enkele zeer gespecialiseerde partijen werken daar zeer nauw, zeer energiek, met nieuw elan en met veel vertrouwen aan dat het dit keer wel gaat lukken. Ondanks het belang van al die genoemde financiële zaken om op het juiste moment de juiste beslissing te nemen, ga ik toch weer terug naar het voetbal. In het laatste deel van mijn betoog, want tenslotte gaat het daar allemaal om. De selectie van Gieren van Oliver Bronckhorst is erin geslaagd om in de eerste helft van de competitie meer punten bij elkaar te spelen dan in een reeks van afgelopen jaren. En dat hebben ze gedaan met een uiterste in spelniveau. Denk aan de wervelende eerste helft tegen Heerenveen, ten opzichte van de belabberde eerste helft tegen de Graafschap. Maar er was ook een niet eerder vaak vertoond enorme veerkracht. En ook het vermogen om wedstrijden naar ze toe te trekken die er helemaal niet zo lekker uitzagen. Ik zit te denken aan Utrecht, aan Vitesse, aan twee keer Willem II, aan Heracles. Wedstrijden die we in het verleden vaak wel eens verloren, maar nu gewoon naar ons toe trokken. En toch gingen we met chagrijn gingen we het jaar uit. Want in de laatste twee wedstrijden haalden we maar één punt. En dat betekent dat we opnieuw weer in de achtervolging zitten. Wel erg blij zijn we met het feit dat het chagrijn niet in de bekercompetitie zit. En dat heeft alles te maken met de memorabele overwinning tegen Ajax. De wedstrijd die begon met dat fenomenale kuipbrede spandoek. Die veel mensen weer bedankt. Jullie creativiteit is ongekend. En de wedstrijd die eindigde met zo'n heerlijke, lekkere goal. In de spreekwoordelijke dying seconds die de Kuip weer eens ouderwets deed ontploffen. We staan nu aan de voorkant van een ongelooflijk drukke 22 dagen. Met achtereenvolgens wedstrijden tegen PSV, tegen AZ, tegen Heerenveen, tegen Den Haag, tegen Ajax en dan tussendoor ook nog Rode JC, kwartfinale beker. Zo'n druk programma, dat mag geen excuus zijn. Dat is juist een fenomenale uitdaging om de grote ambities waar te maken. En ik spreek dan ook hier de wens uit dat behalve de beste start sinds jaren voor de winterstop, dat Giovanni en zijn spelers ook de beste start na de winterstop gaan maken. Met diezelfde veerkracht, met datzelfde vermogen om moeilijke wedstrijden naar ze toe te trekken, met meer pieken en met minder dalen. En wie, zoals ik vorige week spelers en staf in Portugal bezig heeft gezien, die mag daar zeker alle vertrouwen aan ontlenen. Dat gezegd hebbende ga ik over tot het laatste gedeelte van dit officiële gedeelte van deze nieuwjaarsspeech. 2014 werd Willem van Hanegem 70 jaar. U weet ongetwijfeld nog wel dat we toen de Willem van Hanegem trofee hebben uitgereikt. Voor de eerste keer uiteraard aan Willem zelf ter gelegenheid van zijn verjaardag. Maar we hebben ook gezegd, die trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan diegene die zich een echte Feyenoorder heeft getoond. En het leuke is dat die prijs die vorig jaar aan meneer Van der Stoep werd uitgereikt, onze archivaris, Henk Van der Stoep, dat hij opnieuw weer gaat naar iemand die een groot deel van zijn tijd, van zijn energie, van zijn leven aan de club schenkt. Eigenlijk nooit met het besef dat hij misschien wel eens in het zonnetje gezet zou kunnen worden. De vele dingen die hij deed, de vele taken die hij uitvoerde, de vele functies die hij deed. De man waarover ik het heb, die deed dat en doet dat voor de club, omdat er nou eenmaal dat werk gedaan moest worden. Voor zijn pensioengerechtigde leeftijd, maar ook na zijn pensioengerechtigde leeftijd. De opsomming is gigantisch. Elftalleider, begeleider van buitenlandse voetbalbobo's, adviseur op vele fronten. Luisterend oor en handelend optreden voor spelers op alle momenten van de dag. Kilometer vreten, pakketjes bezorgen, chef nationale en internationale verhuizingen. En, heel belangrijk, pijler in de spelersintegratie van nieuwe spelers. Of het nou internationals waren of dat het onbekende talenten waren. En dan ook nog een keertje tussendoor, onofficieus, scout in Scandinavië. Met de simpele kwalificatie, spelers begeleiden op zijn visitekaartje, doen we hem vreselijk tekort. Zoals wij hem ook tekort doen door in zijn dagelijkse werkzaamheden
niet eens een keertje te zeggen van, heb je goed gedaan. Het is mij een grote eer, het eigenlijk ongelooflijk veel plezier, om de Willem van Hanegem trofee 2015-2016 uit te reiken aan onze duizendpoot, aan ons manetje van alles, hoewel sommigen hem gezien postuur en karakter lobbels van alles noemen, Jan Wassenbroek. Ja.